Goedenavond. Hartelijk welkom, jongens, meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's. We zijn hier vanavond in de Hansehof in... Recht nog één minuut. Ja. Oké. Okay. Welkom op deze avond in de Hansehof in Zutphen. We hebben weer een heleboel super toppie liedjes voor jullie. En wij staan te trappelen om ze jullie ten gehore te brengen. Ga je dat zo zeggen? Wat? Van dat trappelen en dat super toppie. Is die niet goed dan? Mwah. Beetje... skeer. Wat? Niet echt lauw. Maar hoe moet het dan? Nou, gewoon grummelen. Ja, mazzelen, bazen. Sparky en vreed. Anders vallen we toch in slaap. Maar goed, zet hem op, hè. En no span. Later. Nee, wacht eens even. Maar dat Sparky en de Bruts, is dat nou iets voor mij? Aanvang over 15 seconden. Ja. Echt wel. Nee, echt niet. Ik ben niet lauw. En dan helemaal niet gruwelijk. Chill even. Gewoon gaan. Doe gewoon lekker je ding. Ja, maar wacht eens even. Als jullie nou eens gewoon mijn ding doen. Dat lijkt me nou een goed idee. Wie is dat? Oh, dat is Hans van deze Hof. Die woont hier ergens. Hangt hier overal rond. Ja, wacht eens even hoor. We zijn hier dus in theater Hanshof. En er is dus een Hans van deze Hof die hier gewoon ergens rondhangt. En gaat hij zich er ook nog mee bemoeien? Ja, maar als je dat niet kan begrijpen als volwassene, heb je hier ook te veel te zoeken. Kom maar op. Wij doen dat dingetje van jou wel. Nou, dat laat ik me geen twee keer zeggen. Veel succes. Doei. Doei. Jongens, het gordijn gaat echt open nu. En doek! Midden in de straat, volume op 10, iedereen gaat uit zijn plaat. Dit is wat je wil, wat je wil, dit is. En als je niet doet wat je wil, dan sla je de plank mis. We zeggen digitaal en ja op alles waar ik voor staat. En alles wat er is, als je de straat op gaat. Je moet doen wat je wil. Kijken wat je kan. Net als digitale Jaap. Recht voor z'n raap. Anders val je in slaap. Molle vette beats komen kijken op de speakers. Digitale Jaap, alles waar hij verstaat. En alles wat er is, als hij de straat op gaat. Je moet doen wat je wil. Je moet doen wat je wil. Je moet kijken wat je kan. Je moet kijken wat je kan. Of bij de nerds, of
Of je bent ineens een player, een kotik of een stuut. Dat is toch wek? En dan zijn er altijd van die gasten die jou niet kunnen plaatsen. Ben je ineens een bezem? Word je gedist op YouTube? Is het echt wel niet relaxed of zo? Maakt het uit dan wat je bent? Dus niet, als je maar jezelf bent. Dacht het wel. Vind ik ook. Ik zit al jaren met dezelfde kinderen in de klas. Op een dag kwam er een jongen die een beetje anders was. Geen stuurt of nerd of zo, maar anders dan de rest. Ook al is hij anders, toch wordt hij nooit gepest. Hij doet niet stoer of leuk of zo, hij is ook niet verlegen. Na een week heb ik van hem een soort gedicht gekregen. Ze zeggen dat hij lelijk is, maar ik vind dus van niet. Dat heb ik van hem geleerd, het is hoe je het ziet. Hij is niet vet, hij is niet cool, praat er echt een heleboel. Als hij iets zegt, dan lig ik in een deuk. Hij is niet vet, hij is niet cool, hij voelt pas niet in naast het doel. Grappig is hij wel, ik vind hem leuk. Vriendinnen blijven zeggen dat ik niet met hem moet gaan. In de pauze blijf ik dan maar uit zijn buurt vandaan. Hij vindt het geen probleem of zo, hij vindt het wel oké. Elke dag naar school loop ik stiekem met hem mee. Morgen ga ik in de pauze lekker naar hem toe. Ik heb geen zin meer in het kinderachtige gedoe. Ze mogen roepen wat ze willen, daar trek ik me niks van aan. Iedereen mag weten dat ik graag met u ga. Hij is niet vet, hij is niet cool, praat er echt een heleboel. Als hij iets zegt, dan lig ik in een deuk. Hij is niet vet, hij is niet cool, heeft een pas niet in als een doel. Grappig is hij wel, ik vind hem leuk. Hey jullie op het Binnenhof. Wat een dilly gasten. Met jullie wauwsgewauwel. Schiet toch niet op zo. Wordt de wereld daar nou beter van? De honger is nog steeds niet over. Het poolijs blijft maar smelten. En straks zijn alle tijgers op. Ik weet niet of je het weet, maar het is ook mijn wereld. Ja. En ook die van mij. En van die daar. En van hem zo. En ook van die chickies daar. En van die gastjes op de derde rij. En van mij. Van iedereen. Dus ook van jullie thuis. Dus opschieten graag gedaan. Hallo. En jullie in Den Haag. Wat maken jullie vaak? We maken geen grappen. Jullie moeten het snappen. Het gaat om het klimaat. Ons klimaat. Het wordt warmer en warmer. Maar mijn landen worden armer. Hey jullie in Den Haag, opschieten graag! Wat hebben jullie dan gedaan in Kopenhagen? Zo wordt de temperatuur echt niet lager. Je weet hoe dat gaat! Later is de laat voor het klimaat. Dus ga op straat en zeg waar het op staat. Presidenten en professoren, mogen we jullie even storen? Dan kijk ik door, straks is het te laat, want we hebben geen reserve klimaat. Diplomaten en directeuren, op ieder bij de beslissen, hou op! Met elkaar te dissen op tv en zo, het is geen spelletje. Yo! En jullie in Den Haag? Wat praten jullie vaag? Al die knappe koppen, kijk eens uit je doppen. Want het gaat om het klimaat. Ons klimaat! Het wordt warmer en warmer. Arme landen worden armer. En jullie in Den Haag? Opschieten graag! Blijf niet wachten tot de volgende top. Kom op, druk op de stopknop. Presidenten en professoren, mogen we jullie even storen? De tijd is voor, straks is het te laat, want we hebben geen reserve klimaat. Diplomaten en directeuren, koffie erbij, er moet wat gebeuren. Zij zijn de klos als het zo doorgaat, want we hebben geen reserve klimaat. Denk
dat het zo fijn is als de wereld een woestijn is. En ze aan je kop gaan zeuren waarom dit toch kon gebeuren. En dan zitten jullie daar, steek die koppen bij elkaar. Doe nu meteen, zet het klimaat op één. Presidenten en professoren, mogen we jullie even storen? De tijd die doorstart is het te laat. We hebben geen reserve klimaat. Diplomaten en directeuren, koffie erbij, er moet wat gebeuren. Wij zijn het los als het zo doorgaat. Want we hebben geen reserve klimaat. Hey jullie lieve stress. En paniekmoeders, wij willen nog even iets kwijt over al die goedbedoelde groenten en die twee stuks fruit. We hoeven geen appel en ook geen twee appels. Twee peren ijsjes zijn toch ook twee stuks fruit? Wij willen geen prei of gezonde groenteprut. Wij willen snaaien en patat is ook groente. Taart en kauwgom, chocola en koek. En we zijn echt niet te dik hoor. Maar dik tevreden met chips en cola, dat is pas vet. En over vet gesproken, wij bewegen genoeg. Check dit maar even. Luister wat ik zing. Als ik ochtends wakker word, wil ik maar één ding. Geen flauw boterham, kaas van mij dan bij. Liever lekker koekjes en een dropje op zijn tijd. Het liefst eet ik ijsjes, een Magnum of Cornetto. Maar af en toe een shirtje, dat is toch ook niet mis. Alleen dan zegt mijn moeder, zo is het wel genoeg. Je moet niet zoveel snoepen met dat eten voor de boeg. Mama, mama, mag ik een snoepje? Je moet niet zoveel snoepen met het eten voor de boeg. Luister, mama, want ik roep je. Wat zeg ik nou? Je moet niet zoveel snoepen met het eten voor de boeg. Smak. De hele dag op school, duurt zo ontzettend lang. Want er is maar één ding waar ik naar verlang. Een lekkere verrassing, zoals middags bij de thee. Eindelijk een snoepje, of misschien wel twee. Doe mij maar dropjes, ja met die kleurtjes. Ook een chocolaatje, dat gaat best wel in. Soms gaat het mis, dan snoep ik echt te veel. Dan word ik misselijk en komt het uit mijn keel. Mama, mama. Je moet niet zoveel snoepen met het eten voor de boeg. Luister, mama, want ik roep je. Hoor je me nou? Je moet niet zoveel snoepen met het eten voor de boeg. Snoep, taart, limonade. Oh, nog één snoepje. Snoep, taart, limonade. Oh, please. Snoep, taart, limonade. En een stukje chocolade. Voor de boeg. Hey jullie types, bang voor nieuwe dingen, andere mensen, onbekende zaken? Waarom? Bang dat je geoomd wordt, gedist? Echt niet nodig, gasten. Ga zo durven, doe eens gek, dan maak je een keer wat mee. Big deal dat je verlegen bent, dat is iedereen wel eens. Maar pak je kans als je hem krijgt. Dus planken met die handen. Move! Maar toen werd het een feest.
loop je lekker stoer te doen, beetje chill te flowen, lachen met je matties, down met je pieps, lekker strak in de spullen, harde sneaks, gaat die lekker? Is die Brecht nog ergens in de zaal? Dat jij dat nou niet snapt, maar zo'n tuneboy weet niet wat hij mist. Het leuke smartje daar durft niet eens aan te kijken. En dat mooie hertje verderop loopt in een boog om hem heen. De bom zijn is één ding, maar je moet niet overdrijven. Je bent juist cool als je relaxed bent. Cool. Iedereen van de bank en de vloer op. Ga los op deze vet antieke mega retro danstrek. Super Reus.
multitaskertjes. Stelletje arilexte alleskunnertjes. Met zo'n bomvolle agenda dat ze amper tijd hebben om hun neusje te snuiten. Die na school naar violes moeten en taekwondo en streetdance en hockey en knutselknop en tennis. Ja, noem maar. Dat zeg ik. Tijd voor een time-out allemaal. Superhoge bergen en mega diepe oceanen. Eindeloze woestijnen en onze eigen polders. En waar je maar kijkt, bloeien bloemen, lopen ijsberen, vliegen adelaars, zwemmen walvissen, groeien kokospalmen en grazen koeien. Dat is allemaal van ons, gratis en voor niks. Ja, Sarah, maar voor hoe lang nog? Oh, oh, oh. Het wordt zo heet. Het ijs is weg voor je het weet. Ja, ja, maar even serieus. Hey jullie, laten we zuinig zijn op wat we hebben. Waar ik woon, waar ik leef, ben ik zo gelukkig op mijn best. Woon ik hier later nog, of hebben ze mijn toekomst al verpest? Haal nou op en kijk vooruit. Al die aardgasgassen, graag mijn wereld uit. De aarde wordt te warm, zo warm zijn.
ze smelt. En als wij er niets aan doen, zijn haar dagen straks geteld. De aarde wordt te warm door onze schuld. En als wij er niets aan doen, verliest ze haar geduld. Overstaat in de winter in korte broek. Schaatsen kan straks niet meer. Moet je naar de Noordpool, niet echt om de hoek. Droog wordt nat en nat wordt droog. En straks zijn alle dijken 50 meter hoog. De valt steeds tegen me aan en propt dan een briefje in mijn jas van opzij dat je het uitmaakt. Wat is dat dan? Of het is aan, of het is uit. Of je bent op me, of je moet me niet. Maar niet allebei. Ik heb met jou 7 weken en 3 dagen. Voor mijn doen is dat al best een hele tijd. De laatste tijd begint er zon nog wat te knagen. Die verliefdheid ben ik wel een beetje kwijt. Ik heb al heel lang zitten wikken, zitten wegen. Maar ik neem nu toch uiteindelijk een besluit. Dat getwijfel, daar kan ik niet langer tegen. Dus ik zeg je nu, ik maak het uit. Is mijn besluit. Ik hield van jou tot aan de hemel, maar het is klaar, over en uit. Het is uit, zoek het nu maar uit. Ik zie het niet meer met je zitten, dus het is klaar, over en uit. Als ik je zie, weet ik niet goed wat ik moet doen. Misschien ben jij op mij nog steeds wel heel erg kwaad. Maar jij stapt dan op mij af, geen bij een zoen. Je vraagt me rustig hoe het met me gaat. En we praten en we lachen en we kijken. En vergeten dat het ooit is misgegaan. Hoe het nu verder gaat, dat zal nog moeten blijken. Maar ik zeg je nu, het is weer aan. Het is aan.
Ik hou van jou tot aan de hemel. Ik laat je never, nooit meer gaan. Het is aan. Neem dat maar aan. Ik hou van jou tot aan de hemel. Totdat het ooit weer is gedaan. Het is uit. Het is aan. Het is uit. Het is aan. Loop naar de maan. Van vooraf aan. Ik hou van jou tot aan de hemel. Ik laat je never, nooit meer gaan. Het is uit. Zoek het nu maar uit. Ik zie het niet meer met je zitten. Dus het is klaar. Drukke dagen. We zien heus wel dat jullie altijd je best voor ons doen. Dat we gezond moeten eten. Dat we op tijd naar bed moeten. Dat we die broek echt niet meer aankunnen. Dat we geen pony in onze achtertuin mogen. Dat geld niet aan een boom groeit. En dat we een stelletje zeurpieten zijn als we onze zin niet krijgen. Jullie moeten je schamen. Sorry. Maar alle liedjes en snoepjes en verhaaltjes en knuffels en kusjes die we altijd van jullie krijgen, die hebben we bewaard. En die krijgen jullie driedubbel dik terug op Moederdag! Oh my.
Knuffels, Bicky Brother, Harry Schoppers. Gasten die niet eens tijd kunnen maken voor een feestje. Maar doorrazen moeten alles hebben en hebben. En als ze het dan hebben, dan moet het nog groter, harder, vaker en meer. Ik zeg chill aan. Hoezo feest? Ben je jarig dan? Lang zal hij leven. Ik niet, maar de Farah wel. 85 jaar, echt kapot oud. Dus voor hun en al hun druktemakers deze monsterlijk vette track. Iedereen is geld aan verdienen. Werken, werken, altijd maar werken. Grote huizen en grote auto's, dat wil iedereen. Maar waar is de vrolijkheid? Niemand heeft meer tijd. Sarah, hier. Al spreek je niet dezelfde taal, muziek verstaan we allemaal. Maar
kinderen voor kinderen. Een eindeloos verhaal. Cool. Wil je nog een keer kijken naar deze show? Of auditie doen voor het koor? Ga dan naar www.kinderenvoorkinderen.vara.nl. Doen hè! Een zoete taart.